De personeelsbond bij de centrale visserijhaven Suriname, CEVIHAS, heeft vandaag een petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Reporter Richelle Maknak maakte het volgende verslag. We hebben een bedrijf met bijna 50 arbeidsplaatsen. Ja. Het is een staatsbedrijf, CEVIHAS, een bedrijf dat in Libië voor faciliteert visboten voor buitenlandse vissersboten, gaat in dit geval om. En dat een bedrijf dat een inkomsten. En voordat die ook de recommande afhankelijk. En wat blijkt dat eigenlijk asiel voor een bedrijf dreigt verloren te gaan omdat het ministerie van LVV te kwam besluit dat voor de omenboto. Dat 40% voor de boto. 40% voor de boto. No kon dat vermoorden. Door wat zeel en dat faciliteert ze de faciliteert de boto. Nou, los de boto. Zorg dat de ei, zorg dat de olie. Ja, en voordat de boto bij 10 cent van de 7 jaar. Als aan de jaren, als aan de situatie. En nou, een bedrijf zijn een hele voorhoeving, maar een goed draaiend staatsbedrijf. Ja? Een boom voorbeeld, maar na een situatie die zie, een continuïteit van bedrijf, die zie, ook in gevaar. En zo ook toe, een bestaanszekerheid voor de recommand naar de familie. Dayan Dewarka, bondsvoorzitter van CEVIHAS, zegt dat het bedrijf de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in de dienstverlening. Hij vindt het jammer dat dit nu in gevaar wordt gebracht. Hij begrijpt de gevoelens van de werknemers volledig, omdat ze moeilijke tijden hebben doorgemaakt en genoegen hebben moeten nemen met lage lonen. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft de petitie aangenomen en beloofde dit probleem te zullen aanpakken. En nu, door hard te werken, het nu een beetje beter kan gaan met het bedrijf, kunnen wij niet het slachtoffer worden van beslissingen van beleidsmakers, beslissingen overigens, dames en heren, die niet in overleg met ons als belangrijkste stakeholder in het bedrijf zijn genomen. Wij zijn daar, we zijn gemotiveerd om ons dagelijks in te zetten, ondanks COVID, dames en heren, van de pers. Zijn deze mensen elke dag daar aan het werk om de beste diensten te verlenen als zij die gebruik maken van de diensten van CVS. En wij kunnen dat niet begrijpen. Er zijn natuurlijk wat geruchten die we hebben opgevangen, mythes om maar zo te zeggen. Want omdat wij niet weten waarop de minister van LVV dit besluit heeft gebaseerd. Morgen is er RVM, daar zal ik dit bespreken. Ik zal de president ook hierover informeren. En dan zal de regering met de minister in overleg treden. En waar nodig zullen we dan u weer melden, stand van zaken. Maar in ieder geval hebben we het probleem aangehoord. En als je zegt 40% van een bedrijf in één keer terugval moet maken, dan is dat wel een grote slag. Maar in ieder geval. Ik wil niet zeggen dat het direct in orde is, maar ik zal met de minister zo meteen gaan bellen. En dan hoor ik, als ik het probleem niet kan oplossen, dan zal ik voorleggen bij de president. De bond is van mening dat het voorbestaan van CEVIHAS niet alleen belangrijk is voor de medewerkers, maar ook voor de totale Surinaamse gemeenschap. Uiteindelijk blijft CEVIHAS in bedrijf zonder subsidie van de overheid. Hiermee willen ze dat de maatregelen die de minister van LVV heeft afgekondigd voor dit bedrijf met onmiddellijke ingang wordt teruggedraaid.